D66 gelooft in de kracht van voetbalclubs. En voetbalclubs bepalen zelf op welk niveau ze spelen. De gemeente is er om hun te ondersteunen om die groei te bewerkstelligen. En als dat betekent dat clubs op welk niveau dan hoog dan ook uitkomen, dan zijn we daarvoor. Clubs moeten in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen groeien. En als dat betekent dat we door kunstgras een betere bespeling en betere benutting van de capaciteit van de velden hebben, dan moeten we dat zeker doen. Inmiddels speelt bijna 40% van de Leidse jeugd buiten de Leidse stadsgrenzen. Dus dat betekent dat verenigingen de verantwoordelijkheid hebben om sterker te worden en interessant genoeg te zijn om te zorgen dat de Leidse jeugd weer bij Leidse voetbalclubs voetbalt. D66 investeerde de afgelopen jaren in de indoorsporten en het is inderdaad ook tijd om na de verkiezingen ook te investeren in wijksportparken. D66 is de partij van de daden. 15 jaar spreken over sportaccommodaties. En onder leiding van D66 hebben we ervoor gezorgd dat we 50 miljoen investeren in sportaccommodaties. Dus de sportliefhebber voelt zich ongetwijfeld het beste thuis bij D66.